In deze video geven we je graag meer uitleg over de GES-pluswerking van Verheyden. Jongeren met een GES-plus-statuut hebben een ernstige gedragsproblematiek, een moeizame voorgeschiedenis in de hulpverlening en een zeer grote nood aan specifieke en gespecialiseerde ondersteuning. Het GES-plus-statuut wordt toegekend door de intersectorale toegangspoort. Verheyden is onder andere erkend als multifunctioneel centrum, of kortweg MFC. In het MFC bieden we plaats aan 116 minderjarigen. Hiervan zijn 110 plaatsen erkend door het VAPH voor gemengde erkenning en zorgcontinuïteit en zijn 6 plaatsen gekoppeld aan het agentschap opgroeien. Binnen dit totaal hebben we bij de minderjarigen een GES-capaciteit van 30 GES-plaatsen en 6 GES-plusplaatsen. Verheyden heeft een jarenlange ervaring met de complexe GES-problematieken. De eerste GES-plusopname gebeurde in 2018. Intussen hebben we 6 GES-plusplaatsen in Verheyden. Deze zijn verspreid over onze 4 GES-leefgroepen. De zorgvraag van de cliënt is hierbij sturend in de beslissing tot opname en de toewijzing aan een specifieke leefgroep. We kijken hierbij steeds naar de pedagogische noden, de noden op vlak van activering en de sociale noden van de cliënt. Het GES-plus-aanbod in Verheyden kan bestaan uit de volgende modules. Een functie verblijf, waarvan de bewoners 7 dagen op 7 gebruik kunnen maken. Dit verblijf wordt op een besloten manier georganiseerd. Daardoor is ook beveiliging mogelijk. We bieden onze jongeren in verblijf, dagopvang en dagbesteding. Daarnaast zorgen we voor contextbegeleiding voor het netwerk. Voor jongeren die geen gebruik maken van de functie verblijf, is er een mogelijk, maar niet gegarandeerd aanbod van crisisopvang of outreach. Uiteraard zetten we in op een goede basiszorg en een veilig leefklimaat. We bieden onze kinderen en jongeren op vlak van zinvolle dagbesteding een gevarieerd aanbod op maat. Dit gebeurt op 2 manieren. Via een aangepast onderwijsaanbod en via onze eigen activiteitenwerking. Onze slogan is niet voor niets iedereen bijzonder. Persoonsgericht werken is de basis van onze ondersteuning. We bieden ondersteuning op maat door de begeleiding continu af te stemmen op de noden. We kijken daarbij niet alleen naar de specifieke noden in het hier en nu, maar formuleren ook een lange termijn perspectief voor en in overleg met onze gebruikers en hun ouders of vertegenwoordigers. We werken handelingsgericht via een individuele handelingsplanning. 2 belangrijke pijlers binnen onze GES-pluswerking zijn acceptatie van de kwetsbaarheid van de cliënt en preventief werken. We zien ons eigen pedagogisch handelen als het belangrijkste instrument om jongeren te ondersteunen in hun psychische kwetsbaarheid. Preventief proberen we probleemgedrag te voorkomen door te werken met het stressbalansmodel, het ontwikkelingsdynamisch model van Deuschen en het crisisontwikkelingsmodel of signaleringsplan. Heb je nog verdere vragen over onze GES-pluswerking? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via een telefoontje of via e-mail.